Italië is administratief en politiek niet coherent georganiseerd en investeringen blijven meestal haken met allemaal extra uitgaven die je hebt aan mensen geld geven onder de tafel. Dank u wel, voorzitter. De centrale stelling is dat de euro onhoudbaar wordt. En daar ben ik het mee eens. De oorzaak is dat het stabiliteitspact een boulevard of broken promises is geworden, een boulevard van gebroken beloften. Voormalig commissievoorzitter Romano Prodi zei in 2002 dat het stabiliteitspact stupid was. Een signaal voor financiële losbandigheid. Het pact werd een vodje papier. De eurozone werd een transferzone met een geldstroom van noord naar zuid. Tijdens het rondetafelgesprek zei de heer Hoogduin dat Nederland binnen een eurotransferunie 21 miljard per jaar en mogelijk op den duur zelfs 35 miljard per jaar zou bijdragen. Dat is 2 keer de begroting van Defensie en 3 keer de begroting van INW. Juist op dat moment dat we allemaal, ik citeer, allemaal een stukje armer worden, zoals de minister van Financiën het stelde. En daar heeft ze ook gelijk in. Volgens Nieboet is 60% van onze huishoudens financieel kwetsbaar of ongezond. In Frankrijk echter is de pensioengerechtigde leeftijd 62, het wordt misschien 63. Italië subsidieerde bouwprojecten met 110% subsidie. En Spanje voerde een basisinkomen in en mijn vraag aan de minister, kan zij dit uitleggen aan de Nederlanders die collectief armer worden? Bovendien werken transfers niet. Italië kende ooit La Casa del Mezzogiorno, maar veel van het geld naar het zuiden kwam terecht bij de maffia. In België transfereert Vlaanderen jaarlijks miljarden naar Wallonië, maar het herstel blijft uit. De eurozone kende de afgelopen 20 jaar geen convergentie, maar divergentie. En ik heb het de afgelopen 20 jaar zelf kunnen zien, toen ik in de Europese Commissie werkte. De kloof wordt steeds groter. En de vraag aan de minister is, zij het met mij eens? Het kabinet tekent diverse scenario's uit en selecteert een combinatie van gestaag door en meer markt. Het gaat er daarbij van uit dat eurolanden de regels van de Stabiliteits- en Groeipact zullen respecteren. Daar is overigens de voorbije 20 jaar niets van gebleken. Die hoop is dus lichtelijk naïef, als ik het zo mag zeggen. Ik zou me willen richten op een beleid van gezond fundament en daarbij flinke druk uitoefenen in Brussel. Nederland is een van de weinige landen met een AAA en daarom heb ik enkele voorstellen. Ten eerste, geen risicodeling meer, geen nieuwe gemeenschappelijke schulden aangaan en zie daarbij de motie Epping. Het mandaat van de ECB herzien, zodat de ECB niet onbeperkt schulden kan opkopen die leiden tot monetaire financiering. Ten derde, een hervormingsplan voor Italië om schulden sneller af te bouwen, want een rente van 4% of hoger maakt de Italiaanse staatsschuld onhoudbaar. Ten vierde, herstructureringen niet uitsmeren over te lange tijd, maar juist sneller. Zoals Ierland deed met veel succes toen het in 7 jaar tijd de staatsschuld terugbracht van 120% naar minder dan 60% van het BBP. En vijf, pensioenhervorming in Italië en Frankrijk. Een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar. En dan, voorzitter, ik ben er bijna hoor, in eigen huis. De Nederlandse bank moet afslanken om zijn verliezen in de toekomst te beperken. Nu telt die bank 4 keer meer medewerkers dan het AFM en de helft van de Bank of England, terwijl de bankensector in Groot-Brittannië 5 keer zo groot is. De Nederlandse bank grossiert in van alles en nog wat, maar verwaarloost de hoofdtaak, namelijk beperken van de inflatie. En ten zevende, ik heb de Nederlandse noodscenario's gelezen, minister. Ik zou graag een noodscenario zien van het kabinet in geval Nederland wordt genoodzaakt tot een exitstrategie uit de eurozone omdat de transfers onbetaalbaar zullen worden. Kan de minister daarop ingaan op deze punten en ik dank u allemaal.
Dank u zeer. Ik wil aan de collega's, met de collega's afspreken via A6 vragen aan elkaar. En dat geldt ook voor de minister. Allereerst de heer Van Wijnberg, D66. Ja, voorzitter. Goed dat de heer Epping een aantal inhoudelijke vragen stelt. Ik vond het jammer dat vanochtend, toen we over de inbreng op het Stabiliteits- en Groeipact praten voor de ECOFIN-raad, we slechts met 4 partijen, waarvan 3 van de coalitie en mevrouw Goendehan waren. Maar dat geldt terzijde. Mijn vraag is een andere. Ik hoor allemaal dingen die in andere landen niet deugen. En veel genoemd is dan Italië. Hè? Daar heb ik 2 vragen over. De eerste is dat of de heer Epping zich bewust is dat de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan in Italië hoger is dan in Nederland. Heer Epping. Ja, dat hangt er helemaal van af wanneer je begint met werken. Maar de algemene pensioenleeftijd, en misschien kan ik refereren naar Frankrijk, is 62. Het wordt later, je kunt eerder met pensioen, of dan heb je intussen al een hele werkervaring en werkverleden opgebouwd. Maar je ziet dat als men die wil verhogen van 62 naar 63, dat er enorme demonstraties zijn. En dat maakt hervormingen in die landen ook heel moeilijk. Dat begrijp ik ook wel. Want Frankrijk heb je stakingen, in Italië verzet de politiek zich daartegen. De hele financiering, het hele beleid van de ECB is erop gericht Italië overeind te houden. Dus die landen hebben hervormingen nodig. Ze kunnen niet zoals vroeger devalueren. Dus ze moeten voor een deel hun interne inkomsten devalueren en bijsturen. Heer Van Wijnberg. Ja, voorzitter, dat is een beetje een lang antwoord. Maar de realiteit is natuurlijk dat de leeftijd waarop mensen daadwerkelijk stoppen met werken is in Italië hoger dan in Nederland. Dus ik vind het altijd zo makkelijk in dit soort debatten om alleen maar te wijzen wat anderen allemaal niet goed doen. Maar voorzitter, ik wil ook graag dat Italië nog meer doet, want die schulden zijn te hoog. En ik denk overigens dat hen verleiden met Europese middelen daar wel eens een veel betere en werkende strategie zou zijn. Maar ik heb 1 vraag over welke conclusie de heer Epping nou trekt over dit debat. Want in de ronde tafel met experts zei iedereen, tot en met de heer Hogevorst, je moet niet uit de euro. Is dat ook het standpunt van jaar 21? Heer Epping. Ik heb gezegd, we moeten het SGP, het Stabiliteits- en Groeipact, nog een laatste kans geven. Maar dan moet het wel snel gebeuren en moeten we het erover eens zijn dat alle landen zich aan die regels houden. En dat kan lukken en misschien is het een laatste kans. En als dat niet lukt, komen we echt in de moeilijkheden omdat dat pact onhoudbaar wordt. Heer Van Wijnberg. Het is toch wel opmerkelijk voor een partij die campagne voert met klare taal, die zijn Europarlementariër, de heer Roos, misschien juist ook wat minder rechtsextremistische klare taal zou moeten laten uitspreken, dat ik hier opeens eigenlijk gewoon geen antwoord meer krijg van de heer Epping. Ik constateer dus dat de heer Epping op dit moment in de euro wil blijven. Dat zou hartstikke goed nieuws zijn. Graag een bevestiging. De heer Epping. Wij geven het SGP dus nog een laatste kans. En als dat niet lukt, en dat is ook hetgene waar de heer Hogevorst op heeft gewezen, en als er geen enkele verbetering is, ja, dan moet je nadenken over wat moet je dan doen. En dan moet je een exit-strategie hebben. En daarom heb ik de minister gevraagd een studie te doen naar de mogelijkheid daartoe. Ja, voorzitter, dat zijn allemaal interessante antwoorden. Maar de realiteit is dat iedereen in die rondetafel benadrukte dat dit ons tientallen miljarden euro zou kosten om uit de euro te gaan. Dat we allerlei dingen beter kunnen, kom ik zo ook op. Ik heb andere oplossingen dan de heer Epping. Maar iedereen zei, het insteek moet zijn om in de euro te blijven. En ik hoor nu dat de heer Epping eigenlijk zijn mening opschort. Maar dan is het goede nieuws dat vandaag ook jaar 21 in de euro wil blijven, voorzitter. Het debat is al geslaagd en dat bij de eerste spreker. Heer Epping. Ja, voorzitter, transfers worden steeds duurder. En dat heeft ook de heer Hoogduin heel duidelijk gemaakt. Hij heeft gezegd dat gaat van 21 miljard naar mogelijk 35 miljard. En dan is er geen verbetering. De enige manier om de euro te kunnen handhaven is het SGP volledig uit te voeren. Zoals dat vanaf het begin het geval had moeten zijn geweest. Maar de voormalige voorzitter van de Europese Commissie, de heer Prodi, heeft meteen al gezegd dat het stupid is. En zo hebben we een hele slechte start gehad. De heer Dassen, Volt. Ja, voorzitter, misschien nog in aanvulling op wat de heer Van Wijnberg net zei. De Italianen die werken gemiddeld ook 300 uur meer dan dat wij hier in Nederland doen. En ik heb altijd geleerd van op het moment dat je zoveel kritiek hebt op een ander, dan moet je ook naar jezelf durven kijken. Hè. Mijn trainer zei vroeger wel eens op voetbalveld, voordat je kritiek hebt op een medespeler, zorg eerst eens dat je 3 punten bij jezelf aanduidt die je kunt verbeteren. En ik vraag dan ook aan de heer Epping, wat zouden we nou in Nederland moeten doen om te zorgen dat we de eurozone versterken? Wat zijn nou de hervormingen die wij in Nederland door moeten voeren?
oude hervorming. We gaan in Nederland van de ene crisis naar de andere crisis. Zeker het zittende kabinet. Dus die crisis moeten wij oplossen. En we zien dat die crisis steeds nijpunter gaan worden. We hebben dus een asielcrisis, we hebben een wooncrisis, we hebben een stikstofcrisis, enzovoort, enzovoort. En die dingen die moeten wij zelf oplossen. Het zijn ook dingen die wij zelf moeten oplossen. Ja, dat zijn. Ja, voorzitter, daar doelde ik niet helemaal op, dus ik begrijp het antwoord van de heer Epping niet helemaal. Ik vind het jammer dat hij niet dan ook kritisch kijkt naar wat Nederland dan beter zou moeten doen. Wij zijn nog steeds een belastingparadijs. Vorige week zagen we nog dat Spaanse bedrijven hier naartoe komen. We zien dat de hypotheekrente niet wordt afgebouwd. We zien dat we een overschot op de betalingsbalans hebben. Wat betekent dat wij als Nederland veel meer zouden moeten investeren. Dat onze lonen zouden moeten stijgen. Ook dat zorgt ervoor dat er een betere convergentie is binnen de eurozone. Dat doen wij als Nederland niet. Maar ik heb nog een andere vraag aan de heer Epping. Want hij heeft het over bezuinigingen die in andere landen doorgevoerd moeten worden. Nou zien we eigenlijk dat Italië jarenlang een primair begrotingsoverschot heeft gehad. Dus eigenlijk een begrotingsoverschot zonder de rentelasten. Al ik geloof sinds 1992. Geen enkel ander land in de eurozone heeft dat zo goed gedaan. En dan vraag ik me af, als de heer Epping nu ziet dat Italië eigenlijk niet alleen of niet zozeer een schuldprobleem heeft, maar vooral een investeringsprobleem. Wat er gebeurt op het moment dat de Italianen nog minder ruimte krijgen om te investeren in de toekomst? Wat denkt de heer Epping dat de gevolgen daarvan zijn voor de Nederlandse export? Laat me in eerste plaats zeggen dat die rentelasten natuurlijk draagbaar zijn gebleken voor Italië, omdat de rente heel laag bleef. Dankzij het beleid van de Europese Centrale Bank onder leiding van Mario Draghi, de latere premier van Italië. En nu de rente gaat stijgen, ja, nu komt Italië in de moeilijkheden. En als Italië boven 4% komt, ja, dan blijft het in de moeilijkheden. En komt eigenlijk die hele Italiaanse staatsschuld, die wordt betwistbaar. En die kan gaan schuiven. Dus het probleem in Italië is niet zozeer dat er vanwege dat primair saldo, maar is de hoogte van de schuld. De schuldenlast is te hoog. En je kunt dan kunstmatig proberen met lage rente het draagbaar te houden. Maar als het groter wordt, dan zit je met de brokken. De heer Dassen. Ja, voorzitter, het was geen antwoord op mijn vraag. Want ik vroeg wat op het moment dat de heer Epping krijgt wat hij wil, waardoor de Italianen nog harder gaan bezuinigen. Waardoor ze ook minder investeringen kunnen doen die juist nodig zijn om de economie te laten groeien. En ook om te zorgen dat we de grote uitdagingen waar we met elkaar voor staan, zoals de klimaatcrisis, veiligheid, dat we daar met elkaar gezamenlijke investeringen in kunnen doen. Maar de vraag die ik stelde, en daar ging de heer Epping helemaal niet op in, is wat gebeurt er ook met Nederland op het moment dat de Italianen dat doen? Want ja, als iedereen gaat bezuinigen om ons heen, wie gaat onze producten dan nog afnemen? Dank u wel. Nou, we hebben het voorbeeld van het land Ierland, dat in een aantal jaren, 7 jaar, de staatsschuld behoorlijk heeft kunnen verminderen en heeft moeten bezuinigen, maar wel door een goed investeringsklimaat. En dat zou Italië ook moeten hebben. Er is natuurlijk een probleem als je in het zuiden van Italië wilt investeren. En dat je daarvoor dure mensen krijgt die zogenaamde belasting heffen. En het organisaties zijn die eigenlijk de hele economie om zeep helpen. En dat is een belangrijk punt. Italië is administratief en politiek niet coherent georganiseerd. En investeringen blijven meestal haken met allemaal extra uitgaven die je hebt aan mensen geld geven onder de tafel. De heer Dassen. Ja, ik constateer, voorzitter, dat de heer Epping geen antwoord op de vraag geeft. Ik denk dat we met Europa heel erg goed met elkaar moeten nadenken over onze toekomst in de wereld. We zien China, we zien de Verenigde Staten. En wat dat vraagt is een hele robuuste Europese economie. En daarin gaan we elkaar heel hard nodig hebben. En zullen we moeten zorgen dat de investeringen in die toekomst, in die welvaart, in die solidariteit gewaarborgd moeten zijn. En ik ben benieuwd hoe de heer Epping daar voor gaat zorgen als zijn plan alleen maar is dat andere landen moeten bezuinigen. Ik constateer dat we dan niet samen verder gaan komen, voorzitter. Ja, voorzitter, ik kan daar heel kort over zijn. Italië heeft zelf die transfers toegepast. Dankzij het La Casa de Mezzogiorno in de jaren 60. En dat heeft niks geholpen. Dus het noorden heeft enorm geïnvesteerd in het zuiden en het heeft gewoon niet geholpen. En je moet er goed beseffen dat transfers, en ik heb het ook in België gezien, dat ik vrij goed ken, dat al die transfers niet hebben geholpen. En nu krijgen we in de eurozone, een schuldenzone, krijgen wij dus ook heel veel transfers. En die zullen niet helpen, maar ons armer maken. Dank u wel, meneer Epping.